shit, we moeten naar bio. We zijn net geweest. Jaden heeft je op de aanwezigheidslijst gezet. Ik heb niks gemist, man. Alleen Norland die de halve dag zat te janken omdat ze overspannen is of zo. Nee, dat is zo. Ik ben echt kapot. Ook maar. Ik heb wel zin om te slapen. Jongens, Marnix Mafia. Dankjewel voor het kijken. Ik zou willen dat ik de energie had als Marnix. Hij heeft wel veel energie voor iemand met double down. Ja. Komt omdat hij een omega incel is die heel de dag energiedrank drinkt. Twee dingen geven energie. Energiedrank en nofap. Gaan wij niet even energie halen? Met het geld dat we verdiend hebben? Heb jij het geld nog? Oh nee. Nee. Ik weet niet waar het geld is. Tuurlijk heb ik het geld nog, idiot. Nee, maar iedere euro gaat naar die afbetaling van die Lambo. Maar hoe maken ze energiedrank eigenlijk? Zo van, hoe krijgen ze die energie in die drank? Is niet zo moeilijk, denk ik. Ze flikkeren gewoon een beetje suikersoort bij elkaar en dan... We maken die shit gewoon zelf. Ik ben sowieso niet van de energiedrank, man. Het rot je tanden weg. Ik ben echt te moe hiervoor. Oké, prima. Jullie zoeken een andere manier om wakker te blijven. Wij gaan die energiedrank brouwen. Hoe kan je nofap gaan? Ik heb al 5 dagen niet gefapt. 5 dagen? Hoe dan? Nofap is een lifestyle, man. It's a hard journey. The struggle is real. De eerste dag denk je geen probleem. Komt helemaal goed. De tweede dag krijg je opeens plop, een surprisebal in je broek. En bij dag drie, kun je echt van alles geil worden, man. Mijn broertje keek vanochtend Barbapapa. Die kan toch in alles veranderen? Dus ik dacht, stel je voor, je verandert in één grote tiet. Maar ik heb het tegengehouden. Alles onderdrukt. Jij moet ook sparen, man. Over 3 weken ben je met Kayla. Dat kan je toch niet aankomen met 2 druppels papasap. Kom op, man. Meiden zijn helemaal verziekt door de porno deze dag. Ze verwachten 1 gekke spuitende champagnefles. Ik weet niet, man. Alle topsporters doen aan nofap. Max Verstappen? Nofap. Legende gaat dat die man nog nooit is klaargekomen. Ballen zo groot als mango's. Hij legt ze zo op de pedaal. Oké. Ik ga nofap, deal. Maar teach me, oké? Ik ga je leren, man. Oké, hebben we alles? Waar beginnen we met die energy drink? Water. Water. Oké, simpel. Wat nog meer? Fucking veel suiker. Oh, en wat omgeschiet, hè? Nu? Vitamine B? Nee, kan niet kloppen. Jij zou taurine regelen, toch? Ja, dat is dus moedermelk. En ik heb aan een van die tienermoeders gevraagd of ze het voor me wilde kolven. Nice! Ja. En? Cafeïne? Koffie, ja. Oké, kan je roeren? Dit is net Masterchef, toch? Ja, alleen echt totaal niet. De truc van nofap is dat je je hele lichaam onder controle krijgt, maar je jezelf wel uitdaagt. Oké, voeten erin. Oh, ik weet niet, man. Dit is wel echt heel koud. Wat wil je? Wil je kleine rozijntjes of wil je Max Verstappen mango's? Welkom bij Breathe Exercise Expert Podcast. Vandaag ademoefening om je libido in bedwang te houden, seksuele energie op te bouwen en je immuunsysteem te versterken tegen kanker. Adem diep in door je mond. Hou vast. 3, 2, 1. En adem uit door je neus. Laat je gedachten varen. Oké. Denk aan Kayla. In een bikini.
met naaldhakken. Mm. Op een mooi bed. Mm. Met zijde witte lakens. Een mooi bijpassend nachtkastje. Oh. En aan de overkant een kleed wat precies past bij het palet van de kamer. Daar tegenover aan de zuidelijke kant een gordijn wat precies past. Hey, waarom ga je door over die meubels? Ik zet de mood. Dat is belangrijk. Oké. Okay. Denk aan Kela's, een zachte. Lekker. Sappig. Poef, in de kamer. Zelfde waarom? Stop met die meubel. Ik ben fucking met jou. Ik heb toch een kamer nodig? Wat denk je? Dat girls gewoon hangen in de ruimte of zo? Hoe gaan we dit noemen? Gewoon energy of zo? Gewoon energy. Perfect. Oké, jij eerst proeven. Waarom ik eerst? Omdat jij alles vreet wat je ziet. Ja, voor geld, ja. Oké, €5. En? Is het goed? Gast. Oké, zet terug. Jeremy, we moeten dit nog verkopen. Zet het terug. Voor als je de hele dag fris wil zijn en je series wil bingen, gewoon energy. En ik kan dit ook gewoon drinken als ik zwanger ben. Ja, we hebben dit getest op heel veel baby's. Oh. Is het ook oké voor je tanden? Kill, doe niet alsof jij echte tanden nog hebt. Mag ik roken? Tuurlijk. Hey! Geen energiedrank onder de 14 inleveren. Gewoon energie. Oké, bro, de laatste stap. Auditieve stimulatie. Ik weet niet of de hele tijd seksdek gaat helpen. Kom op, man, dat heet edgen. Zo bouw je je komkracht op. Denk gewoon aan wat je geil vindt. Ik ben echt een boob guy myself. Ik weet niet, man. Gewoon doorpuffen, man. Adem in. Adem uit. Kom op. Hé, hey, ik trek dit niet. Oké, je trekt het niet. Hier. Oh. Met je kleine koude rozijntjes, man. Je trekt niks, man. Hier, jij met je barbapapa. Koel hem maar in. Wat doen jullie hier? Ik trek dit niet meer, man. Ik ga ontploffen. Ik hielp hem met het zwembad. Oh, wat ga je doen? Ik moet even... Nee, deze wc niet, man. Ik hoor rare geluiden en dingetjes. Ik weet niet of er iets gebeurt. Twee minuten, that's it. Oprotten, buiten poepen, in de bosjes. Dit is een noodgeval. Oké. Rustig. Waar is jouw Ritalin? What the fuck ben je aan het doen? Ik kon het niet laten, oké? De wc was dicht en de NoFap werd me te veel. Godverdamme, what the fuck? What the fuck, inderdaad. Als dat niet de drie grootste losers zijn uit het grootste loserland. Dit is voor mij. Dit is de wegwezen. Hey, hoeveel Ritalin heeft hij op? Ja, genoeg. Ik wou dat ik kon vergeten wat ik gezien had. Ik was aan het sparen voor Nadia. Geen zorgen, ze is toch nep. Ze is niet nep.
Zou een bot terug-appen? Hè? En zeggen dat ze van me houdt en of ze me een mooie man vindt? Waar kom jij nou weer vandaan? Oh, laat maar zitten. Is het gelukt met die energiedrank? Ja, een beetje te goed gelukt, helaas. Hé, hey, gaat het? Meneer Boutman, ik heb hier allemaal leerlingen met onverwachte epileptische aanvallen. En meneer Boutman, wat is mijn nieuwe... Nee, ik ga even iemand halen, meneer Boutman. Blijf er rustig zitten, dan komt het gewoon van helemaal... In de bosjes! Dit is een noodgeval! Oh, fuck it! Oké! Oei, oei!